Radio Willekeur. Radio Willekeur. En dat had ze gelijk. What a way to make a living. Bijvoorbeeld DJ zijn bij Houten FM. Radio Willekeur. Van mij, nee, liever misschien, maar ik kan mijn vrouw vragen om jingle in te spreken. Maar ik hoef niet per se. Nee, dankjewel. Oké. Yeah. Radio Willekeur, daar luistert u nog steeds naar. En iedere week hebben wij natuurlijk bijzondere gasten met bijzondere trajecten die zij doorlopen in het leven. Naast mij staat inmiddels Theo Remflap. Theo, ja. Leuk dat je er bent. Jij hebt ons zelf gemaild. Ja. Jij houdt ervan om dingen nog eens radicaal op zijn kop te zetten. En zo mailde je ons, jij hebt het alfabet gereorganiseerd. Nou, maar daar stopt het niet. Dat is wat je ons mailde. Dus wij waren natuurlijk van de redactie van Radio Willekeur razend interessant. Of geïnteresseerd. Nee, ja, absoluut. Ik dacht, kijk, dingen staan in volgordes. Maar waarom staan dingen in volgordes? Nou, dus ga ik gewoon even bij mezelf denken. Oké, de A. Oké, dat is logisch, want dat is de eerste letter van het alfabet. Maar daarna begreep je het gewoon niet meer. Nee, dat snapten wij ook op de redactie. Maar we waren wel benieuwd om het alfabet natuurlijk te horen. Dus ik zou zeggen, brand los! Hier is het nieuwe alfabet. A, B, M, X, G, H, V, I, E, D, J, I, Z, S, T, U, Q, D, H. Te gek. Wow. Nee. Even gelijk een aantal vragen over jouw nieuwe alfabet. Want de D zit er twee keer in. Ja. Yeah. Van waar? Nou ja, ik heb zelf dat is een persoonlijke fascinatie voor de borstenpartij van vrouwen. En dan vind ik zelf de maat DD vind ik erg mooi. Dus ik dacht, die sneak ik gewoon even in. Maar de borstenpartij DD, die vervalt, er wordt eigenlijk de nieuwe C, want C bestaat niet in jouw alfabet. Hoe dat zo? Heeft dit ook, als we dit door gaan voeren, effect op, nou, hè, in dit geval kledingmaten of... Nee, maar laten we even eerlijk zijn. Circus kun je ook gewoon met een S en met een K schrijven. Oké, DJ. Ja, maar ook de R zit niet in je alfabet. Ja, dat klopt. En even, want ik hoor je in dit gesprek toch ook een aantal keer de R wel gewoon gebruiken. Dus je bent zelf ook nog niet helemaal over. Wanneer plan jij... Dat is spreektaal. Spreektaal maakt geen gebruik van alfabet. Nee. Nou, fantastisch. Hoe zie je het voor je om dit te implementeren? Dus alle kinderen van Nederland die nu met aapnoot Mies leren lezen, dat kan niet meer, want de P ook zit niet in de... Nee, ja, ik dacht sowieso aapnoot Mies is helemaal verleden tijd. Dus daar heb ik ook een nieuwe woorden. Ja, nou, daar gaan we dan. Brand maar los. Dit zijn de 26 nieuwe woorden van het leesplankje. A is van afwasmachine. P, pastinaak. De G, ja, ik doe ze wel door elkaar. Hè. De G is van grootmoeder. De F is van Fatima. Ja, goed. Oké, ik doe nog een paar. De S van soepkom. V. De V is van vissenkom. En de F? Fatima. Oh ja, maar die zat helemaal niet in je alfabet. Nee, maar hij heeft de P ook al gedaan. Die niet. Dus je maakt wel onderscheid tussen je alfabet en je leesplank. Als we het goed... We proberen het gewoon te begrijpen. Ja, ik kom er nu wel achter dat ik misschien toch wel een paar dingen over het hoofd heb gezien. Ja, want jij hebt het wel helemaal alleen gereorganiseerd, begrijp ik? Absoluut. Ja. Helemaal opnieuw. En normaal gesproken, hè, want ik heb ABC altijd geleerd, inderdaad ook in liedvorm. A, B, C, D, E, F, G. Jouw aangepaste alfabet, heeft dat ook al een liedje? Ja, ik heb wel de melodie enigszins veranderd. Oké, nou daar zijn we dan ook nog razend benieuwd naar. Zodat u er alvast bij de luisteraars een beetje in kan komen te zitten. B, M, X, S, U, V, M, I, E, D... J, I, Z, S, T, V, Q, M. Nu laat je die dubbele D weer eventjes achterwege. We kregen inderdaad net een tweet waar iemand daar aangaf dat dat seksistisch zou zijn. Het is wel mooi dat je zo snel aanpast. Ja, en dus, maar niet alleen dus de letters heb jij gereorganiseerd. Ook de cijfers, die heb jij een nieuwe volgorde voorzien.
Ja. Ik zou denken dat was eigenlijk de overheersende gevoel op de redactie. Dat er denken cijfers zijn juist voor orde en regelmaat belangrijk dat het constant is. Ja. Jij bent dat niet met ons eens. Nee, ik ben gaan kijken naar de lengte van letters. Ja. Dus we beginnen met de 1. Die is vrij kort. Maar dan gaan we naar 3. Want die is korter dan de 2. Qua klank. 2, 3. 2, 3. Hoor je? Eén is langer dan de ander. 3, 2. Het heeft ook te maken met hoe je het uitspreekt. Nee, ja, maar nu doe je het expres langer maken. Maar, want jij mailde ons in je handtekening staat ook, jij bent fonetisch specialist. Dus jij luistert heel erg naar hoe het klinkt. Ja. Dat was de 6e mail die je stuurde, maar dat was wel de eerste die ik ontving. Is dat dan ook al omdat je volgorde van cijfers hebt aangepast? Nee, dat zou ik niet weten. Ik heb geprobeerd het wel goed te doen. Want het getal 6 bestaat ook uit 3 letters, maar klinkt schijnbaar toch langer dan het woord 3 of 2. Zet. Mag ik je in ieder geval vanuit Radio Willekeur ontzettend bedanken, Theo? Ja, graag. Ja, Theo, we hebben als cadeautje voor jou, omdat je hier mee gekomen hebben, een waardebon van €250. Zo. Maar dan wel. Maar wel in jouw telling. Ja, dus dat begint dan met de 0. Dus je kan er wel een soft ijsje voor halen, maar dan krijg je 52 wel bij lappen. En de 5 is langer dan de... Ja, nou ineens wel. 5. Wat is het langste getal? Fonetisch. 9. Okay, dat is echt lang. Met die klapper gaan we uit. Ik wil jou nogmaals bedanken, Theo, voor het reorganiseren. Mocht je nou thuis even de volgorde kwijt zijn, hij staat bij ons op Twitter, Radio Willekeur. Ja, en dan is het tijd voor muziek. Het zijn de Jackson 9 met BCA. Radio Willekeur. Radio Willekeur. Oh, doe even, klik even ergens hier, ergens op het respectievelijke call to action ding wat van het social media kanaal is waar je dit op consumeert. Want dan weten we dat we niet eenzaam zijn. Radio is eenzaam, het is alleen maar zenden. We willen ook ontvangen. Ja, dat was Bent met lied.